Dan komen we bij de derde van de vijf werelden. Janak Mishdei Imo. Hij voedde zich aan de borsten van zijn moeder. Dat zei mijn leraar altijd, het woord Shadayim, dat is borsten in het Hebreeuws, is het enige vrouwelijke ding, vrouwelijke zaak, die met een mannelijk meervoud, in dit geval een duaal is, met een mannelijk meervoud wordt aangegeven. Dus als iets nadrukkelijk vrouwelijk is, wordt het altijd vrouwelijk ook. Is het woord ook vrouwelijk wat ernaar verwijst, behalve borsten. En niemand weet waarom. Hij voedde zich aan de borsten van zijn moeder. Benistakeel bedadeha. En hij keek ook ernaar. Naar die twee, letterlijk. Hij keek naar die twee. We amar shira en begon een lied uit te spreken. Lied te componeren. Shenemar. Want er staat geschreven. Borechi nafshi et Hashem. De altischkechi kol gemulav. Dus zegen mijn ziel de Heere. En vergeet niet één van zijn. En dat zeggen wij weldaden. Maar gemulav kan ook betekenen zijn voedingen. Of zijn voordelen. En de gedachte is dus dat David naar de borsten van zijn moeder kijkt. En zegt, dank u wel Heere voor deze beide voordelen. Uiteindelijk is het niet niks dat je twee voedingsbronnen hebt, zodra je bent geboren. Zoiets dergelijks wordt hier bedoeld met de nodige aparte humor, zou ik denken. Dus Psalm 103 vers 2 zou dan hier die samenhang hebben, de associatie hebben tussen gemulav, dat is dus voordelen, gemulei mechalav, dus zo zou je het kunnen omschrijven, de gemulav, dat is verkort voor gemulei mechalav, en dat betekent gevoed worden met melk. Dus dan komt Jesaja 28 vers 9 tussen beide, om dat gemulav nog een tweede mogelijke duiding te geven. Dus dat is een etymologische associatie, zegt hij hier. Dat is de derde wereld waarin hij staat, maar we hebben daar nog een stukje over te bespreken. Mai kol gemulav, wat betekent dat dan, al zijn voordelen? Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu zei, she'asa la dadim bimekom bina. Wat wordt bedoeld met deze voordelen? Rabbi Abahu zei, dit verwijst naar de voeding die iemand krijgt. Dus koning David die zingt dat lied, omdat God gemaakt heeft voor haar, voor de vrouw, borsten, bime combina, tegenover de plaats van het inzicht. Dus dat wil zeggen dat het hart daarachter is. De plaats van het inzicht is immers het hart. Dat is een aanleiding voor Schottenstein en voor Avraham Sayak ook, om hier even te spreken over de drie woorden die gebruikt worden voor het menselijk innerlijk. En dat is Bina, Neshama en Nefesh. En ik dacht dat er, ik had nog een tweede aantekening daarvan. En die heb ik hier niet zo makkelijk, kan ik niet zo makkelijk vinden. Maar dus de nefesh is het levensbeginsel in de mens. De neshama is het persoonlijke in de mens, wat jou tot dit bijzondere karakter maakt. En de bina is datgene wat jouw persoonlijke levensbeschouwing of inzicht in de wereld bepaalt. Dat zijn de drie geestelijke sferen die we hebben. En alle drie zijn ze een gevolg van de ruach, van de geest die aan ons gegeven wordt. En de belangrijkste daarvan is dan natuurlijk de nefesh. Het zo werd de mens tot een levende ziel bij de schepping van Adam, legt de basis voor zijn neshomme, zijn neshama en voor zijn bina. Dus
wat is bedoeld met al die voordelen? Nou, het bijzondere voordeel dat voeding en hart, voeding en inzicht, dus bij die moeder helemaal samengaan. Hè? Dus de wijze waarop ze voeden kan, dat is helemaal gebaseerd op haar inzicht en verstand. Want God heeft daar de dadim, de borsten, geplaatst. Ik weet niet precies wat daar het voordeel van is. Maar goed. Het is wel opvallend dat bij andere levende dieren, hè, bij koeien en bij varkens, natuurlijk de dadim aan de onderkant van de buik zitten, ver weg van het hart, hè, en ver weg van het hoofd. Een varken kan niet naar de tepels kijken waarmee hij zijn kinderen voedt. Dat kan een vrouw dus wel. Op een of andere wijze willen ze dat antropologische feit tot een bijzondere voortreffelijkheid van die voeding maken. Dus alle aanleiding voor David om daar een shira aan te wijden. Het is dus niet alleen maar gevoed worden om te overleven. Dat is bij die varkens en bij het paard en weet ik veel wat. Maar het is ook een voeding waarin een blik wordt uitgewisseld. Waarin dat dus meer dan alleen maar contact is van lichamelijke aard. Het kind dat aan de borst ligt kan het gezicht van zijn moeder zien. Enzovoort. Maar ja, het is ook nog dit. Rabbi Yehuda zei, we gaan even lezen. Tamamai, wat is de reden dan daarvan? Amar Rav Yehuda, Rabbi Yehuda zei toen, Kedei shelo yistakel bimekom erwa. Dus Rabbi Yehuda die zei, het is zodat hij niet kijkt op de plaats van de schaamte. Erwa is schande, maar ook schaamte. Hier schaamte, dus de geslachtsdelen. Die baby kijkt dus niet naar beneden in de richting van de plaats waar hij vandaan gekomen is. Maar hij kijkt omhoog en hij ziet dus de vrouwelijke schoot niet meer. Dus hij kijkt niet meer terug, hij kijkt naar voren. En Rabbi Masna maakt het nou heel erg bond. Rabbi Masna, Amar, Kedei shelo yinak mimekom hatinofet. Dat is opdat hij niet zal, opdat hij niet wordt gevoed van een onreine plaats. Maar dat moet hij dan maar voor zijn eigen rekening nemen. En dat zou het punt zijn. Er is zoiets als een seksuele zonde en dat is kijken naar de plaats van de naaktheid of de plaats van de schaamte. En God heeft dus het anatomisch zo gedaan dat een kind al niet een zonde begaat omdat hij kan kijken in de richting van de plaats van de naaktheid. Nou, dat vind ik, dat zijn nou dingen waarvan ik zeg dat is gewoon een beetje premoderne fantasie waar ik niet zoveel mee kan. Rav Matna Amar, Kedei shelo yinak mimekom hatinofet. Oké. Dat is goed. Dan de vierde wereld. Ra'a b'mapaltan shel reshaim. Hij zag of voorzag de ondergang van de boosdoeners. We Amar Shira, en hij begon een lied te zingen. Op Psalm 4 en 5 verheugen zich over de ondergang van de zondaars. En dan hebben we het toch wel mooi nodig om met de vrouw, met mevrouw Beruria te begrijpen dat het toch niet echt ons gebed mag zijn om, als we Psalm 4 en 5 lezen, om te bidden, laat al die zondaars in hun eigen valkuil trappen en verloren gaan enzovoort. Om vooral ons gebed te richten op de oorzaken van de zonde. Dat vind ik wel een hele mooie les. En een correctie in zekere zin op een onvoorzichtige omgang met Psalm 4 en 5. Maar goed, hij had ook een shira in zijn gedachten bij het onderwerp de Mapaltan, hun ondergang. Nafal is vallen, de Mapaltan is hun ondergang, hun vallen. Want er is geschreven, nou dan krijgen we hem weer. Yitamu gataim min haaretz u'rashaim ot edam barochinav shiyat Hashem. Halleluja. Dus, want er staat geschreven, laten
de zondaars, zo wordt het dan hier gelezen, van de aarde verdwijnen en de boosdoeners er niet meer zijn. Zegent mijn ziel de Heere, halleluja. Dat is de vierde wereld waarin David staat. Dat is de uitbreiding van de wereld van de rechtvaardigen en de ondergang, het verdwijnen van de onrechtvaardigen. Dat is zijn vierde wereld. De vierde wereld waar hij dus een lied voor maakte, waar de woorden in voorkomen, zegen mijn ziel de Heere. Nou, de vijfde tekst waarin David gebruik maakt van die woorden, zegen mijn ziel de Heere, en dus ook de vijfde van de werelden waarvoor David een shira maakte, Nistakel beyom amita. Hij zag de dag van de dood. We amar shira, en hij maakte daar een lied op. Shenemar, brachinav shiat Hashem, Hashem Elohai, gadalta meot, hu vahadar lavashta. Hij zag de dag van de dood, want er staat geschreven, zegen mijn ziel de Heere, want u bent heel groot. U hebt zich gehuld in hadar, majesteit en God in glorie en majesteit, lavashta, hebt u zich gehuld. Lavash is kleden. Malbish is iemand kleden. Daarom wordt God de Malbish. Het tweede woord ben ik even kwijt. Hij kleedt de naakte. Dat is naakt ook alweer. Nou, kom ik straks nog wel even op. Want de slang. Eromim. Malbish Aromim. Eromim, dat is de naakte. De slang was ook naakt, Arum, in de Genesis. Dus glorie en luister, of majesteit en luister. Hoe kan dat nou te maken hebben met de Yom HaMitah? Gaan we dus horen die vraag. Mai Mashma, de al Yom HaMitah neemar. Wat is nou wat we gehoord hebben? Wat hebben we nou geleerd? Zo, dat het slaat op de dag van de dood. Wat hier gezegd is. Amar Rabba bar Rav Shela. Rabba bar Rav Shela zei dus. Misefa de Injana. Dat krijgen we te horen uit het laatste deel van de passage. Digitief. Want er staat verder in die psalm. In vers 29 namelijk. Tastir panega yibahelun tosef rugam yikwaun begomer. U verbergt, tastir, satar, setter is geheim. Tastir, u verbergt uw aangezicht. En zij zijn, verontwaardigd. Tosef Rugam, u trekt hun geest terug. U trekt hun geest terug. Zodat zij ten onder gaan. Yikwaun. En dat Yikwaun is dan de Yom HaMitah. Dus hoe weten we dat deze shira slaat op de Yom HaMitah? Omdat we verder lezen in het psalm, en dan komen we dit tegen. Yikwaun slaat op de Yom HaMitah, en dat staat in hetzelfde vers. Dus dat is weer een toepassing van de Semuchim-regel. Als twee versen in dezelfde buurt zitten, verklaart de een de ander. De connectie tussen deze uiteindelijke shira en de dag van de dood is onduidelijk, en daarom vraagt de Gemara. Mai Mashmalan, waar wordt dan geleerd dat dit vers over de Yom HaMitah gaat? Rabbi Bar Rav Shela zegt, dat kunnen we lezen verderop, het einde van het gedeelte in Psalm 104, want daar staat geschreven, als u uw aangezicht verbergt, verdwijnen zij, u trekt, ja, dus hier zegt hij, verzamelt uw adem, nee, er staat letterlijk, u verzamelt hun adem, dacht ik. Ja, Rugam, zie je wel.
Dat is hun adem. En dan gaan ze ten onder en keren terug naar de stof. Psalm 104, vers 29. Dus hier heb ik ook een probleem mee. Dat er niet staat uw adem. Maar Rugam is niet Rugega. Maar Rugam is hun adem. Het tweede persoon enkelvoud wordt God aangesproken. Maar moet je het niet lezen? Omdat het van de Ruach is? Omdat nee. Dat gegeven is door God? Nee, maar het gaat erom... Dus dat het indirect is, of niet? Nee, Torsef Rugam, maar laat ik zeggen... U trekt hun geest terug. Dat is letterlijk wat er staat. Rugam is hun geest. En die Ruach is wat ze gegeven is... zodat ze een nefesh, een neshama, een bina hebben. En als hij die Ruach terugtrekt... vernielt hij daarmee hun hele persoonlijkheid. Ja, neemt hij hun leven weg. Want dan is er ook geen nefesh meer. En dan is Yikwaun dus de uitdrukking voor wat het resultaat is van dat terugtrekken van de Ruach. Ja, dan gaan ze ten onder. Ja? Weiter. Dan staat het wel goed, of niet? Nee. Ja, toch natuurlijk niet. Staat het goed, maar de vertaling is verkeerd. Ja. Oh ja, dat blijft zo. Daar ging het om. You gather your breath. Ja, maar dan in de zin van uw adem haalt u uit hen weer tevoorschijn. Want er staat niet Rugega. Het zou best eens kunnen dat deze vertaling correct is en Steinzeltz hier correct vertaald is, maar dat Steinzeltz een andere versie van de Talmud heeft gehad. Oh. En dat dus hier die Talmud Menukat die we hier hebben, die gefocaliseerde Talmud, dat die niet altijd exact dezelfde editie is als die Steinzeltz heeft beschreven. En dat weet ik dus niet, dat zouden we kunnen nagaan door even naar Steinzeltz te kijken, maar zo belangrijk is dat niet. In ieder geval moet je begrijpen dat hun adem wordt ingetrokken, zeg maar, door God. Ja. En niet dat hij zijn eigen adem gaat inhouden. Oké, gaan we kijken naar Rav Shimi. Hoe zit dat met Rav Shimi? Rav Shimi Bar Ukva... We amarela mar ukva hawa shechiach kame de Rabbi Shimon ben Pazi. Nou, dat is weer zo'n traditieaanduiding. Rav Shimi, de zoon van Ukba. En sommigen zeggen de meester van Ukba. Dus wie dat precies is, blijft dat een beetje in het duister. Vehamba, hawa, shechiach, kamei de Rabbi Shimon ben Pazi. Die was vaak in het gezelschap van Rabbi Shimon ben Pazi. Hawa, shechiach. Hawa, en hij placht, hij was altijd bezig, samen met een... Tegenwoordig deelwoord is hawa, hij deed regelmatig of hij deed voortdurend of hij placht dat en dat te doen. Dat slaat op een gewoonte. In Pirkei Avot hoor je heel vaak hu haya omer. Dan staat er niet hu amar, hij heeft gezegd. Nee, hu haya omer. Hij placht te zeggen, dus hij zei het bij meerdere gelegenheden. Dat is in het Mishna-Hebreeuwse manier om een regelmatige handeling aan te duiden. Het is een vorm van hawa. Plus het tegenwoordig deelwoord. Was zeggende zou je letterlijk vertalen. En dat betekent dan, hij deed dat steeds maar weer. Haya omer, hij placht te zeggen. Ik heb het er wel 20 keer horen zeggen. Tegen 80 verschillende leerlingen. Misschien zei hij het nog wel vaker. Hoe haya omer. Dus dat is alsof het een lijfspreuk bevat. Of een soort onderwijs die steeds maar wordt herhaald. Totdat iedereen zegt, hou nou op Rabbi Meir, nou weten we het wel. Ja, maar hoe haya omer? Hij bleef het maar zeggen. Zo belangrijk was het voor hem. We haya musadar. Ja, maar dat is wat anders. Of musaderen, eventueel. Hij placht te ordenen. Wat ordende hij dan? De agadata. Dat zijn de agadot. Dus dat zijn de preken van de wijzen. Hij verzamelde de
spreken van de wijze, die bijvoorbeeld ook in de Midrash Hagadol verzameld zijn. Je hebt echt van die homiletische midrashim, hè? Waar steeds maar weer een hele preek staat. Nou, als ik me goed herinner, de Midrash Rabbah, de grote Midrash heet dat. Dat is een Midrash-verzameling die elk hoofdstuk opent met een aantal korte preekjes, preekschetsen. En daarna gaat men de teksten interpreteren, de verhalen interpreteren. Maar er zijn ook Midrashim. Dan zou ik even moeten nakijken welke dat zijn. Ik dacht bijvoorbeeld de Pesikta, de Rav Kahana en dat soort teksten. Pesikta, een belangrijke term in dit verband. Dat zijn, Pesikta betekent Pesukim, hè, hoofdstukken. Dus dat zijn de hoofdstukken van die en die. Dat zijn inderdaad van die homiletische Midrashim. Dat is de ene preek naar de andere. En dat is wat hier bedoeld wordt met Agadata. Dus hij verzamelde preken. Dus dan zat hij te luisteren tijdens de ochtenddienst naar een verhaal van Rabbi die en die. En dat was een soort van preek. Nou, die preken, bij ons zijn ze minstens 2 of 3 kantjes. En daar was het een half kantje. Heel korte preken. Tot op de huidige dag is dat zo. Hè? Een drosje, een les in een synagoge, is altijd maar heel kort. Ik moet even de telefoon opnemen, dus ik ga even pauzeren. Bij dit gedeelte, hij was die Agada's aan het verzamelen, die Agadot, beter gezegd, die preken. Kamee de Rabbi Yoshua ben Levi, dus dat deed hij in aanwezigheid van de Rabbi Yoshua ben Levi, die zag hem dat allemaal doen. Amarle, mai digitief, wat is de betekenis van wat geschreven staat? Borghi nafshi et Hashem, begol kravai et Shem kotsho. Dat is een van die werelden van David. Hè? Dat is die eerste wereld. Dat is de wereld van de ingewanden van zijn moeder. Wat betekenen de woorden? Zegen mijn ziel, de Heere, en al mijn ingewanden uw heilige naam. Nou, en Rabbi Shimon ben Pasi gaat er daarvan uit dat hij wil spreken over die kravai, over die ingewanden. Amarle, en dan zegt hij tegen hem, bo ure'e sheloke midat hakadosh baruch hu midat basar vadam. Dus kom en zie dat niet zoals de maatstaven of de structuur of de vorm van de heilige gezegend is hij, is de structuur of de maatstaven of de vorm van vlees en bloed. De natuur, zou je dan kunnen zeggen, de mida, de natuur, het karakter, is niet hetzelfde. Wat is nou het verschil? Midat basar vadam, dus de vorm van vlees en bloed, dat werkt als volgt. Tsar, tsura, algabe, hakotel. Iemand schrijft een vorm op de wand, op een wand. Iemand maakt een vorm op een wand. Algabe is op, hè? En kotel is dan een wand. Maar de enoyagol, hij is niet in staat, lahatilba, om daarin te werpen, ruach, udeshama, dus een ziel, of ja, we zeggen ruach is dan de adem, en de ziel, en kravayim, ingewanden, oefne, be'ayim. Dat zijn darmen. Dus hoe gaat dat bij vlees en bloed? Wat is onze creativiteit? Nou, wij kunnen prachtig een vorm maken op een wand, maar we zijn niet in staat om daar adem en ziel en ingewanden en darmen aan te geven. Dat is niet mogelijk. Maar hoe zit dat bij de heilige gezegend zei hij? Hakadosh Baruch Hu, Eno ken, hij is niet zo. Hij is niet zo. Wat doet God? Tsar Tsura, betoch Tsura. Hij vormt één vorm binnen een andere vorm. Want een embryo is een Tsura in een andere vorm, in een Tsura, in de baarmoeder. En dat is iets bijzonders, dat er een innerlijkheid, een driedimensionaliteit zit in datgene wat God, zeg maar, creëert.
Een kind in zijn moeder. En dan is hij ook nog in staat om Matilba, of Metilba, maar Matilba, Ruach und Shamak, Ravayim of nee, Me'ayil. Sorry, Me'ayim. En dan stelt hij daarin, of verwekt daarin, plant daarin, dat is het woord, natal is planten. Ometilba, en daar plant hij in, geest, ziel, ingewanden en darmen. En deze eigenschap van God, dat hij in staat is om op deze wijze te creëren, dat is de eigenschap waar David naar verwijst met het woord kravai. Want dat kun je lezen als mijn kerf, dus mijn ingewanden. En je kunt het lezen als hij heeft mij kerf gevormd. Hij heeft mij gevormd. Dus het zijn mijn ingewanden of het is God die mij gevormd heeft. Kravai, de jod kan zijn een suffix, possessief, bezittelijk. Eerste persoon enkelvoud, mijn innerlijke vorm, mijn ingewanden. Of het kan zijn een suffix van het object. En dan is kerof eventueel infinitivus absolutus. En de jot is een aanhangsel om te zeggen, ik ben daar het object van. En alles wat hij gelegd heeft, gekerfd heeft in mij. Volgens mij komt kerven van dezelfde stam trouwens. En alles wat hij gelegd heeft in mij. En dan wordt het een lofzang voor de schepper die het doet. Dus het is ofwel mijn ingewanden gaan God prijzen. Ofwel ik prijs hem die mij heeft gevormd. Heeft uitgekerfd. En zijn heilige naam. Zo wordt dan de tweede manier van lezen. We eno yachol lahatil baruach de shemak ravim of ja, waar kadosh baruch hu eno ken tzart zura betocht zura metil baruach de shemak ravim uvne me ayim we hayenu en deze en dit de amra Ghana en dit is wat Ghana plotseling komt Ghana, de moeder van Samuel, tevoorschijn, bedoelde toen zij zei, één kadosh kadushem ki één biltega we één soer ke Eloheinu. Er is geen heilig zoals de Heere, want er is geen soer, geen rots zoals die, zoals onze God. Er is geen buiten u, dat is het. Er is geen heilige zoals de Heere, want er is niemand zoals u. Zo moet ik het vertalen. Er is niemand zoals u en er is geen rots zoals onze God. Dus de heilige is heel anders dan een menselijke kunstenaar, er is een fundamenteel verschil. Want onze menselijke kunstwerken blijven objecten en Gods kunstwerk is de mens zelf. Wat een aanleiding kan zijn om natuurlijk heel uitgebreid over dat wonder na te denken van het feit dat wij geschapen zijn. Goed, één tsayar keloheinu, er is geen schepper zoals onze God. Nou, hoe zit dat nou met die woorden van Ghana? Mai, een soer keroheinu. Wat betekent dat dan? Wat Ghana zegt, er is geen rot zoals onze God. Een tsayar keroheinu. Wat ik weer herhaald, er is geen maker, het tsayar, als onze God. Het soer wordt gewoon hier als tsayar uitgelegd. Dus lees niet, er is geen rot zoals onze God, maar lees, er is geen maker zoals onze God. Wordt gewoon tsoer veranderd in tsayar. Net zo makkelijk. Alsof het niets is. En iemand met een historisch-grammaticale methode en een strenge sola scriptura opvatting, die schrikt zich hier wild van.
Ja, dus leg dit voor aan John MacArthur, die zegt, zie je wel, ze fantaseren erop los. Ze veranderen zomaar de woorden van de schrift. Er staat soer en ze maken dat serieus van. Maar dat is inderdaad de vrijheid die de rabbijn neemt. Goed. Heeft dit ook te maken dat bepaalde, ik ben even het woord kwijt, maar dat bepaalde woorden die dezelfde letters hebben, een woordverband hebben. Heeft het daar ook mee te maken of niet? Onder andere. Dus er zit ook nog wel wat volkse etymologie in. Etymologie gebaseerd op klankverwantschap. En ik heb jullie wel eens verteld dat er één is die dat tot een ware kunst heeft verheven. En dat is de 19e eeuwse rabbijn Samson Raphael Hirsch. Commentaar worden echt alle woorden die klankverwantschap hebben met elkaar verbonden. Hij beweert bijvoorbeeld dat één, Alef Yud Nun, verwantschap heeft aan Ayin. Ayin Yud Nun. Want er is klankovereenkomst. En die Alef en die Ayin zijn alle twee gutturalen. Zodat ook geen, Get Yud Nun. En heen, Heen Yud Nun, alle vier met elkaar in verband staan. Ik herinner mij het voorbeeld, maar niet exact de uitwerking daarvan. Maar dat doet hij dus voortdurend. Woorden op die manier met elkaar in verband brengen. Arar vervloeken met een alef in verband brengen met arar. Onvruchtbaar zijn of onvruchtbaar maken met een ayin. Mm-hmm. Met andere woorden, als je arroer bent met een alef, dan ben je ook arroer met een ayin, onvruchtbaar. Nou, er is helemaal geen etymologische relatie tussen die twee. Behalve dan dat ze enigszins vergelijkbare structuren hebben. Namelijk de structuur keelklank, jod, noen. Of in dit geval keelklank, resh, waf, resh. Dat is het enige overeenkomst. Maar voor hem is dat ja, toch een aanduiding van een betekenissamenhang. En daarmee maakt hij in zekere zin een hele nieuwe midrash. Gebaseerd op de oude methode. Mm-hmm. Maar niet in slaafse navolging daarvan. Hè, op een zeer uitgebreide wijze. Dat is wel geestig. Het is een homiletisch werk dat buitengewoon goed. En menige Nederlandse predikant in Schagen, in Knokken, in Buitenpost en in IJmuiden maakt daar dan natuurlijk gebruik of misbruik van. Die speelt dan ook af en toe met zo'n woord. En dan zeggen wij foei. En als jullie het niet zeggen, zeg ik het wel. Dan zeg ik van, dit is niet de goede exegese. Dit is spelen met woorden. Maar in de Joodse interpretatie is dat eigenlijk heel gewoon. Dus of je dat altijd moet afkeuren, weet ik dan eigenlijk ook niet, hè? Dat weet ik ook niet helemaal. Nou, mai ki ein bilterga, wat betekent het dan? Want er is geen ander dan jij. Er is niemand naast jou. Amar Rav Yehuda bar Menasya. Rav Yehuda bar Menasya zei, al tikri bi ein bilterga. Je moet het niet lezen alsof er staat, er is niemand naast jou. Al tikri ki ein bilterga. Ella ein levaloterga. Maar er is niemand die u overleven zal. Levaloterga, zo moet je het lezen. Dus niet dat hij in zijn eentje is, maar dat hij in zijn eeuwigheid uniek is. Hè? Niemand zal hem overleven. Shelo midat hakarosh beruchu midat basar vadam. Want niet zoals de essentie, de natuur van de heilige gezegend is hij, is de natuur van vlees en bloed. Er is een fundamenteel verschil tussen die twee. Midat basar vadam, maar zei yadav mevalin oto. Want in het geval van het werk midat basar vadam, de natuur van vlees en bloed is dat het werk van zijn handen mevalin oto hem overleeft. Ja, de brug die je laat bouwen, het boek dat je schrijft, dat blijft nog staan als je zelf er niet meer bent. Wakadosh Baruch Hu, Mevaleh Maasav, maar de heilige gezegend is hij, leeft langer dan zijn schepselen. En daarom moet je niet zeggen Biltega, maar Levalotega. Dus niet zeggen, niemand is er naast u, maar niemand overleeft u.
Het gaat om een aanduiding van de eeuwigheid. En niet om de uniciteit van God. Nee, dat hij de enige God is. Nee, het gaat erom dat hij eeuwig is. Dat is de betekenis van dat zinnetje volgens Rabbi Yehuda Bar Menashe. Kunnen we dat ook terugvinden in de Sidur? Niet letterlijk, dacht ik. Even kijken hoor, want er zit wel in het Adon Olam zo'n... Adon Olam Asher Malach betekent ook al iets Sidur. Ja, Adon Olam Asher Malach, hè? Eeuwige koning die koning is, beterem kol yetzir nivra, voor elk maaksel in de schepping, leet nasa begeeft zo kol, op het moment dat zij geschapen werden, begeeft zo kol, dat alles geschapen werd naar zijn welbehagen, azay melech shemo nikra, werd zijn naam al genoemd, eeuwige koning, ja, dat is hem. Nadat alles ten onder is gegaan, levado yimloch nora, zal hij koning zijn als, zal hij, ja, nora, de ontzagwekkende, zal dan koning zijn. Dus alles gaat weg. Levado yimloch, sorry. Dus nadat alles is ten onder gegaan, hoe yimloch nora, hij zal koning zijn. Loolam Nora. Bli Rashid, Bli Tachlit. Zonder begin, zonder einde. Behoe Ha'oz ve Ha'mizra. En aan hem is de kracht en de raad. De raad. Behoe Elieve Gaigoli. Dan wordt het persoonlijk en hij is mijn God en mijn redder enzovoort. Maar er zit dus dat in van. Hij heeft geen begin, hij heeft geen einde. Als alles ten onder is gegaan, dan is hij er ook nog. Dus die stress op de eeuwigheid van God zit in het Adon Olam. Maar daar zitten we dus in de 9e eeuw intussen. Hè? Dat Adon Olam is een creatie van de 9e eeuw. Dus je hoeft maar, kijk, dat zei ik gisteren tegen je, Tanja. Als je bepaalde teksten uit je hoofd weet, vooral als je ze kunt zingen, dan heb je daar weer houvast aan om bepaalde ideeën uit te halen, zoals ik dat nu kan. Ja. In de Hebreeuwse vorm. Ik heb gewoon het Adon Olam in mijn hoofd geleerd. En heel veel plezier van gehad. Dus datzelfde geldt voor het Shema en datzelfde geldt voor het Amida, wat ik niet letterlijk uit mijn hoofd ken, maar brokken. Mm-hmm. En dat helpt dan wel, hè? Ja. Oké. Gaan we naar de volgende. Ik wil even op de tijd letten ook. Amarle, hij zei tot Shimon ben Pazi, Anna Hageka Amenalach. Ik was van plan om jou het zo te zeggen. Ik had er weer een hele andere mening eigenlijk toegedaan. Hane Gamisha Borginafshi. Deze vijf versen waar staat gezegend mijn ziel. Keneget mi. Amaran David, met betrekking tot wie heeft David dat uitgesproken? Over wie ging dat dan? Ging het wel over God? Lo Amaran elaka neget hakadosh beruchu. Het kan niet gezegd worden over iemand anders dan over de heilige gezegend, zei hij. Keneget dan hier eigenlijk letterlijk voor hem. Het is hetzelfde als liefnee. Maar kuneget, tegenover wie, wordt dan met betrekking tot wie? Ugeneget neshama. Dus al die versen, die vijf versen van David, die zeggen iets over de relatie van de ziel tot God. En die vijf werelden is een poging om aan te duiden op welke vijf fundamentele manieren een menselijke ziel iets met God te maken heeft. Nou, als we daar heel even naar terugkijken, over die verschillende werelden. De eerste wereld was de wereld van het embryo. De tweede wereld van de hele wereld. Die omvangrijke kosmos waar je door je geboorte bij binnen wordt gebracht. De derde wereld is die van het nauwe contact met de moeder waardoor je gevoed wordt. De vierde wereld is de wereld van het onderscheid van goed en kwaad. Waarin je je verheugt over de val van de zondaars. En de vijfde wereld is de wereld
waar je naartoe gaat na je dood, of de wereld althans die door jouw sterfelijkheid bepaald wordt. Dat zijn de vijf werelden waar David van kon zeggen, zegen mijn ziel de Heere, en al wat in mij is zijn heilige naam. En dan vraagt hier dus Rav Shimi Bar Ukva deze vijf versen, over wie gaan die dan? Nou, en dan is het antwoord over God en de ziel. Dus dat geeft prachtig aan waar die zogenaamde vijf werelden over gaan. De vijf voorbeelden van zegen de Heer in mijn ziel corresponderen met de vijf parallellen tussen de ziel in het lichaam van een mens en Gods macht in de wereld. Dus ze corresponderen ook op die wijze met elkaar, hè, zoals God met de wereld omgaat. Zo zit dat ook in de relatie van de ziel tot het lichaam van een man. Hè, die ziel is innerlijk aan mijn lichaam, zoals in de eerste wereld. Hè, die ziel geeft mij toegang tot de hele buitenwereld, zoals in de tweede wereld. Die ziel doet mij geeft mij de kans om te leven en te overleven en me te voeden, zoals in de aan de moederborst. Geeft mij de mogelijkheid om goed en kwaad te onderscheiden, zoals in de vierde wereld. En uiteindelijk bereidt mij voor op de dood, zoals in de vijfde wereld.